Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de slag op de Mokerheide heeft plaatsgevonden. Een grote veldslag waar Spaanse soldaten streden tegen huurlingen van het leger van de opstand. In het weekend van 13 en 14 april wordt hier uitgebreid bij stilgestaan. De tocht die de Spanjaarden en de huurlingen hebben afgelegd wordt tijdens de herdenking uitgebeeld door de lokale jeugd. Leerlingen van lokale basisscholen krijgen speciale kostuums aan en die worden momenteel volop gemaakt. De huurlingen, dat zijn de mensen die van Middelaar en Mol komen, die hebben blauw-wit. En de Spanjaarden, die hebben rood-geel. Vanuit Middelaar vertrekken ze vanaf het Middelaarhuis in optocht met alle jeugd van school, van Milsbeek 1 klas, van Middelaar, van Mook, Molenhoek en Heumen. Een gedeelte vertrekt vanaf Middelaar en een gedeelte vertrekt vanaf Molenhoek. En die lopen naar Mook. In optocht, met de gilders erbij. En dan komen ze in Mook en dan wordt er niet gevochten, maar dan geven ze elkaar netjes de hand. In totaal moeten er ruim 250 kostuums gemaakt worden voor de leerlingen. Een flinke klus, maar de vrijwilligers doen het met veel plezier. Het is best wel veel werk. Antoinette heeft alles geknipt. En met hulp van haar hulptroepen. En wij zijn hier maar de stel aan het naaien. Dus het is heel veel werk, maar ja, het gaat voor een goed doel. Ja, ze hebben ons gevraagd en dan zijn wij zo gek, denk ik. Ik weet het anders ook niet. Waarom wij het anders doen? Wel, als we het niet leuk vonden, dan deden we het niet. De leerlingen lopen de tocht niet alleen. Onder begeleiding van reenactors, muziek en het Schuttersgilde marcheren zij straks naar de Mokerheide. Het lijkt me heel mooi als je dan die optocht ziet met al die kinderen en de gildes. Het lijkt me gewoon helemaal geweldig. En in Mook is er ook van alles te doen. Dat is allemaal, een heel kampement is er opgezet. En, dus we wachten het af.